Waarom, 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 waarom? Bon dia, nieuwe dag en dus weer een nieuwe vlog. Na een paar dagen niet gevlogd te hebben, door allemaal omstandigheden. Ik was ziek, de kinderen waren hier. Ik had problemen met mijn harde schijf. Ineens had ik allemaal corrupt file of zo, weet ik veel, maar ik werd helemaal gek. Ik was bezig met vlog dag 6 op Curaçao of zo, of dag 7. En ineens drama met mijn harde schijf, mensen. Na heel veel moeite heb ik het kunnen fixen. De bestanden zijn gered, waardoor eigenlijk alle vlogs van Curaçao online staan. Dus als jullie dit zien, zijn alle vlogs van Curaçao online. Ga checken, het zijn superleuke vlogs geworden. Ik heb inmiddels alle bestanden op 2-3 harde schijven gegooid voor het geval. Want ik vertrouw die andere harde schijf ook niet meer. Ik heb andere harde schijven bijgehaald. Wat ik zeg, ik was een paar dagen plat. Ik heb volgens mij sinds ik terug van Curaçao ben, heb ik maar 2 of 3 vlogs gemaakt. Als ik me niet vergis. En die waren kort. Zoals jullie weten. Maar vandaag is dus de dag aangekomen. Mijn vriendin is net geland, mensen. Ik heb tegen haar gezegd: ga niet slapen, blijf wakker. Dan blijf ik ook wakker. Want als je uit Curaçao komt, door het tijdverschil, zeg maar, blijf je in een soort van, ja, hoe moet ik het zeggen? Nu is het 's nachts op Curaçao. Dus het is nu 9 uur. Dus het is nu 3 uur 's nachts op Curaçao. Ik zei tegen haar: blijf gewoon lekker wakker. En dan gaan we hier ontbijten. En we gaan gewoon proberen even wakker te blijven. En misschien rond 6, 7 uur of 8 uur 's avonds. Gewoon vroeg naar bed. Dan ben je, zeg maar, uit die drive van die tijdverschil. Nou, jullie weten, ik heb insomnia, slaapstoornis. Dus voor mij is het helemaal geen probleem om 2 dagen gewoon wakker te blijven. Dat is gewoon helemaal geen probleem voor mij. Ik heb er natuurlijk ruim 2 weken niet gezien. Dus huis was super stil zonder haar. Als het er is, word ik een beetje gek van haar. Maar als het er niet is, je weet zelf, je gaat haar missen. Ze zit nu in de trein. En de trein die komt over zeg maar een uurtje. Dus ik ga nu even snel douchen. En dan moet ik haar ophalen bij het station. Ik wil een gimbal bestellen. Maar de gimbal die ik wil is nog niet uit. Je kan het nu pre-orderen, zeg maar. En dat heb ik ook gedaan. Het grappige van het verhaal is dat ze zeggen van je moet €50 aanbetaling doen. En dan ben je in de pre-order lijst, als het ware. Dan ben je een van de eerste die het dan krijgen, zodra die uit is. Maar er is niks bekend van wat die kost. Dus ik heb het maar gepre-orderd, €50 aanbetaling gedaan. Maar voor hetzelfde geld kost het ding €400. Ja, ik weet het echt niet. Ik heb gekeken, de oude versie die kostte toen die uit was €250. Dus ik hoop dat het rond die bedrag is. Het liefst zelf goedkoper. Maar we gaan het zien. Dus ik heb alles erover gelezen. De oude versie, maar ook de nieuwe versie. Ik heb gezien hoe goed die is. Ik vind het een beetje jammer dat ik niet eerder een gimbal had. Want tijdens editen van al mijn vlogs zie ik gewoon dat het gewoon af en toe irritant is hoe de beelden bewegen en et cetera. Wij proberen gewoon in ieder geval de level omhoog te krikken door allemaal extra dingetjes te halen waardoor je video's gewoon beter worden. Nou moet ik zeggen, in het begin, mijn vriendin die wist niet helemaal hoe ze hiermee moest omgaan. Omdat zij weet van mij, weet je, vaak begin ik aan dingen en op een of andere manier ga ik niet heel serieus mee te werk. Wat bedoel ik daarmee? Ik ben met bepaalde dingetjes begonnen in het verleden en ik heb ze nooit afgemaakt. Ik ben met een cursus begonnen, evenementenmanagement, heb ik niet afgemaakt. Ik moest nog een paar stage lopen en weet ik veel allemaal. Ik heb het nooit afgemaakt. Het is gewoon zonde. Het is gewoon 2-3 jaar heb ik weggegooid. Elke vrijdag naar school en weet ik veel allemaal. Dus dat is gewoon. Dus ik denk dat zij ook dacht van, joh, hij gaat vloggen, hij doet maar wat en dan zien we het wel. Maar ergens toen we rond vlog 50, 60 kwamen, zei ze tegen mij: ik ben trots op jou, je bent echt heel serieus bezig met dit. En waardoor ze mij ook heel veel helpt. Jullie zien het, ze filmen af en toe. Tijdens rijden, tijdens wat dan ook. In het begin, moest ik het iedere keer vragen, weet je. En dan had ze niet altijd zin in, als het ware.
Maar nu, bij wijze van spreken, we stappen in de auto en als ik aan het rijden ben, pak ze al de camera, begin ze al te filmen, mij filmen als ik praat of gewoon wat wij zien onderweg of wat dan ook. Dus zij ziet ook dat dit serieus is en ik wil ook dat jullie dat begrijpen, dat ik dit heel serieus neem. Dus allemaal ben ik al voorbij de 100 video's. Snap je? Dus daarom zeg ik, ik wil dat jullie weten dat ik dit heel serieus neem. En ik wil dat jullie gewoon af en toe liken, commenten en vooral abonneren, jongens. Help mij om dit nog serieuzer te maken dan dat het is. Af en toe is het heel deprimerend als ik gewoon hele goede content maak en ik zie dat mensen kijken, maar mijn abonnees gaan niet omhoog. Dus dan heb ik zoiets van, hoe kan dat? Hoe kan het zo zijn dat ik zo weinig abonnees heb? En mijn video's pakken 4 keer meer dan wat mijn abonnees zijn. Dus ergens kijken mensen, maar ze vergeten of willen niet abonneren. Voor jullie is het 1 knop indrukken. Voor mij betekent het heel veel. Heel belangrijk om mijn kanaal door te groeien. Dus nogmaals, ik heb genoeg geluld weer. Ik ga even douchen en omkleden en ik spreek jullie zo meteen weer. Oké, jongens. Nog een paar minuutjes en ze komen op station. Dus we gaan haar even halen. Jawel, aangekomen bij het station. Nog 2 minuutjes moet er trein komen als het goed is. Kijk eens wie we daar hebben. Hallo. Mijn vrouw is aanwezig hoor. Madame is aanwezig in de building. Hoe was je vlucht? Gelijk hoesten weer. Hoe was je vlucht? Goed. Ja? Moe? Ja. Oké. Okay. Wat heb je nodig? Moeten we iets gaan doen? Ik heb mijn bed nodig. Je hebt alleen je bed nodig? Ja. Oké, dan gaan we dat doen toch? Vrouwtjes thuis! Woehoe! Party, party, party! Ze is er, na 2 weken en 3 dagen. Wel lief blijven, hè? Net als net, kusjes geven en zo. Ik ben altijd lief. Ja, niet zo, ik weet hoe je, na 3 dagen ga je gewoon... Hier. Hoezo? Weet ik veel, maar hoezo? Ze is slaapdronken, mensen. Ze is hier in de woonkamer. Ze is slaapdronken, mensen. Ze begint te brabbelen en ik weet hoe ver het is. Die moet nodig naar haar bed. Ik heb even wat te eten gehaald, zoals zijn ze broodjes en zo. Ik ga even eten. En ik denk dat ik sowieso wel op bed ga. Dus ik ga slapen, geen idee. Zij gaat sowieso binnen 5 minuten snurken. Ik ga sowieso slapen. Sowieso, douche? Oké, je bent moe, hè? Oké. Maar ik ben wel blij je te zien, hoor. Ik ben hartstikke blij om je te zien. Ik heb je zo gemist, douche. Ja, gemist. Kom hier. Nee, jongen. Je hoeft niet in de vlog. Je hoeft niet in de vlog. Mijn schatje is er. Je bent moe, hè? Kijk hoe mooi. Kijk hoe mooi je bed is opgemaakt. Hier. Dank je. Pakketje uit Curaçao voor moi. Kilo drugs, Mattie. Zo, daarom ben je aangehouden. Kilo drugs, Mattie. Oeh, wat hebben we hier? Alleen maar snoep. Oeh, mensen. Tintalaria. Oh my god. Kennen jullie dit? Candy corn. Dat hebben mijn kindjes gevraagd. We hebben Chupa Bebe, een soort van Antilliaanse lollipop. En we hebben letter. Super lekker, dit smaakt naar pinda. Het is gewoon super lekker dit. 8 van. En wat is dit? Pangliffie. Pangliffie? Ja. Dat ken ik niet. Ja, dit is een soort eierkoek, maar het kleinste die is heel brood. Oh, oké. Okay. En ik heb Tintalaria, mensen. Oeh, dit zijn, deze dingen zijn lekker. En ja, zoals ik zei, ik heb net wat sausage broodjes gehaald en zo. Dus. Ik ga even eten en snoepen. En ik spreek jullie zo. Yes, en we zijn gaan liggen. Ik weet niet hoe laat het was. Of ik weet niet hoe laat ik naar bed was. Mijn vriendin ging douchen en daarna was het knock-out. Ik ging op bed rond 1 uur denk ik. En ze had me om 5:30
wakker gemaakt en ik ben kapot, mensen. Ik ben net wakker. Sorry voor de zonnebril. Het is voetbal op tv, PSV tegen geen idee hoe die team heet. Hey, moeilijke naam. En we hebben even eten besteld. Mix Grill. Yes, sir. We gaan even snel eten, ga even voetbal kijken op tv en dan spreek ik jullie zo meteen weer. Ja hoor, ze is terug. Oh my Jesus. Is niet te geloven. Ik had het eigenlijk moeten vloggen. Want sinds ze binnen is, is alleen maar klagen. Waarom is dit dat? Waarom staat dat daar? Waarom is dit zo? Waarom is dat zo? Waarom? Oh my god. In ieder geval, wij hebben super lekker gegeten. En morgen, jongens, morgen wordt super tof. Want ik heb jullie niet gezegd wat er morgen gaat gebeuren. Maar morgen, oh my god. Morgen wordt leuk. Toch, Dushi? Praat niet met John. Dushi? Hoezo praat je niet met mij? Ik heb je gehoord hoor. Maar in ieder geval, mag ik een kusje? Hoezo? Ik wil een kusje. Laat me niet hangen. Kom je hangt niet. Kom hier, mag ik een kusje? Lekker. Ja. In ieder geval. Nooit meer van mijn leven. Wat nooit meer van mijn leven? Oh my god, ik had net zo'n tert. Ik had net zo'n letter op. Super lekker. En één tintelari ging gelijk al in. Morgen wordt super leuk. Moet ik het al zeggen of moet ik het houden voor morgen, denk je? Ja, zullen we het gewoon. Je moet morgen kijken. Morgen wordt super leuk. Morgen gaan we iets heel leuks doen. Het is leuk toch? Je hebt er toch zin in, of niet? Ja. Nou dan. Dus dan is het leuk. Ik ga nu even een lekkere shake maken voor ons. En ja man, voor de rest, ik heb geen idee. Maar dat zullen jullie zo meteen zien. Maar morgen jongens. Inmiddels al laat in de nacht. Het is al 2:15. Ik ben wat blijven editen. Vriendin is inmiddels al op bed. En ja, ik ben blij. Ik ben sowieso blij dat ze terug is. Eindelijk wat levenhuis. Want ja, hier in mijn eentje was het gewoon super saai. Vandaar, ik ben wel blij dat ze terug is. In ieder geval, ik ga de vlog van vandaag afsluiten. Vergeet dan ook niet een blauw duimpje omhoog te doen. Hier beneden kan je abonneren voor meer video's. En morgen jongens, morgen gaan we iets super leuks doen. Nogmaals. Dus ik check jullie morgen weer in een nieuwe vlog. Later.